Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van Farming Simulator 19. En ik heb weer heel wat bijgeleerd van die ene YouTuber. Dat dingen, dus als je het veld afdoet, als je er goed op let en als je niet in first person speelt altijd, dan kun je zien dat er dingen van de achterkant eruit worden gestrooid. Je moet dan baaltechnologie kopen. Hoe kom ik ineens aan zoveel geld? Even serieus, ik heb dat niet gekocht. Wauw. Maar we gaan baaltechnologie kopen. Weet je wat, we gaan ook een extra tractor erbij kopen. Een vervoeringstractor. Een John Deere M6, de 6M series. Ja. Goed en duur. Sommige dingen kunnen ook best zwaar zijn, dus. Huppa. Huppa, motor. Huppa. Extra pk's. Huppa. Dat is gekocht. Met deze moet je dan over het veld rijden. En er is een mod. Dat zo'n kar is. En dus daar zit zo'n schep aan. En die pakt dus een baal op. Die baal die rolt automatisch naar de linkerkant van de kar. Dan komt er nog een bij, die ligt aan de rechterkant dan. Want de linkerkant is al bezet. En dan schuiven ze automatisch een beetje naar achter. En je kunt normaal gezien. Trouwens, dat is alleen voor ronde balen. Maar logisch, want anders kunnen ze niet naar de linkerkant rollen. Het is van het merk Ursus. Heb ik die mod? Ja, dit is hem. Dus daar rode dingen daar aan deze kant, ja, dat is die schep. We kunnen normaal gezien acht balen in. Zo, dat staat ook onder de naam als informatie. Dat gaan we ook kopen. En dan gaan we lekker naar onze... Ah ja, de Valtra staat er nog langs de weg. Wow. Oké. Goed. John Deere 6155 M. Dan gaan we naar het veld rijden. Ik ga zoveel mogelijk proberen te doen zonder map. Dat is waarom zo net de map niet aan stond. Top speed is wederom 43 kilometer per euro. Per euro. Wauw. Ik ben zat. Dus hoe dat dit ding eigenlijk werkt, dat is, dus je doet het naar beneden, dat loopt vol met die granen, dus, die uitgespuugd worden. En op een gegeven moment als dat vol is, gaat dat piepen, dan moet je stilstaan, een klein beetje achteruit rijden. Dan gaat die achterste klep hier open, en dan, dan rolt die baal eruit. Gaat de klep weer dicht, kun je weer opnieuw het proces doen. Het gaat niet al te snel gebeuren. Maar ja, het is tenminste iets. En als we dus balen gaan produceren en dus verkopen, dan
Dan, ja. Dan, dan gaan we dus. Ja. Oh, wacht. Kijk of camera die balen met een balenprikker op een kar gaat laden. Is niet meer nodig, want die heb die, ik heb die Ursus. Dat is ook weer waar. Trouwens, over balenprikkers gesproken. We gaan het even hebben over toen de Farming Simulator nog maar net uit was. Voor PC dan wel, denk ik. Ik weet niet waarop dat die YouTuber zijn serie maakt. Maar, eigenlijk, ja, ik zal het hoogwerkers even noemen. Die hoogwerkers dat je van vooraan aan je tractor kunt vastmaken. Ja, dus toen kon je alleen maar de hele tijd, ook al bewoog je dat niet, toch kon je de hele tijd dat geluid horen van die hydrauliek. Dus dat was heel irritant. Dat was ook in die video's. Dat was ook echt irritant. Maar natuurlijk, dat is gefixt. Alles van toen is gefixt. Nu is het spel jaar oud, 2 jaar oud. Ik denk een jaar oud. Dus dat is al een tijd geleden. Ik had het alarm aanstaan op exact 14 minuten. Dus dit wordt weer een iets langere video. Heb ik ook wel nodig op zich. Voor elk wat ik niet naar de boerderij kan brengen, dat doe ik off camera. Dat we daar niet mee zitten te klooien. De valtras staat hier. Die moeten we ook nog eens terugbrengen. Dus de eerste keer oogsten in deze serie gaat ook gelijk de eerste keer balen maken zijn in deze serie. Nu weet ik niet waar dat je die balen kunt verkopen. Dan moet ik die serie nog even voor verder zien. Want die YouTuber had het nog niet verkocht. Die had het in een schuur. Ja, rechtop gezet. En ja, met deze kar kun je ja, die kar, die bak kun je verticaal zetten. Staan die balen echt heel mooi opgestapeld. En dan kun je waarschijnlijk weer in reverse op die manier er terug in en dan kun je die weer oppakken. Waarschijnlijk. Maar goed, dit is het laatste wat we moeten meenemen. Trouwens, de binnenkant van een John Deere is deze. Mooi interieur. Ik wou toeteren, maar ik had erin voor een seconde niet meer ingedrukt. Dus loste ik per ongeluk de kar. Jammer.
Dat was even balen. Crunch. Want het is baaltechnologie. Als deze map ook in balen zich afspeelde, was het echt gewoon perfect. Goed, die Valtra die gaan we nog even naar de boerderij brengen. Veel ga ik niet kunnen doen in 3 minuten, dus dan kan ik net zo goed de Valtra naar de boerderij brengen. En dan gaan we de video afsluiten. Volgende video gaan we weer bezig zijn. Eigenlijk, ik ga even mijn instellingen checken, want normaal gezien kan je de groei van een gewassen uitzetten, maar ik kan dat hier niet doen. Als jullie het hebben gevonden, dan dan is het heel irritant. Ik kan het niet vinden. Gemaakte balen kun je bij de statistieken zien. Dus je kunt zien, mestgebruik in liters, gemaakte balen, het aantal geplante bomen, het aantal omgehakte bomen, het aantal missies voltooid, voltooide vervoermissies, gespeelde tijd. In totaal 1 uur en 47 seconden. Arbeiders in dienst, geen op moment. En opslagcapaciteit 0. Ja, ik heb nog geen silo's, dus dat is waarom. Over silo's gesproken, die gaan we ook even plaatsen. En dan rij ik off camera de Valtra naar de boerderij. Maar ik vind het dus weer raar dat mijn gewassen niet groeien. Ik ging even langs de Valtra met deze silo. Oké, ik zou hier geen huis willen, half in de berg, half onder de grond. Dit is op zich wel een mooi plaatje. Zijn die bosjes ook weg? Van die kant kunnen wij dus inladen. En van het weggetje kunnen wij dus uitladen. Nice. Oh ja, dat is ook weer waar. Dat past de dingen af, aan. Dat ga ik even aanpassen. Oh, ik heb ook precies dat grondtype gevonden. En ik moet de video beëindigen, mensen. Off camera rijd ik de Valtra verder. Like, abonneer. En bye bye.